Dijkstra laat zich wat zakken tussen zijn twee centrale verdedigers, waardoor er bij de backs Verdonken en Joppe alvast een aantal meters vooruit kunnen. Hier komt de mogelijkheid aan voor NEC en de eerste goal voor NEC is een feit. En het wordt goal nummer 6. De vlag blijft naar beneden. Jong FC Utrecht komt op achterstand. NEC komt op een 1-0 voorsprong. Hij kwam over van Almere City. Loopt hier op de as van het veld. Ontwijkt de twee centrale verdedigers van Jong FC Utrecht. En u noteert de naam Braken voor 1-0. Villanas gaat schieten. En doet dat zo hard dat Delle problemen heeft. En van geluk mag spreken dat die bal recht op hem afkomt. Ach, prachtig balletje Braken. In één keer Rai. Wat een geweldige bal. Van richting veranderd nog door Heus. Anders is het 2-0. Nu leidt het tot een hoekschop en applaus. Mooie combinatie. Van der Pavert ook al één keer succesvol als doelpunt te maken deze competitie. Joppe, de rechter vleugelverdediger, maakte er al 2 voor NEC. En met name de aanval zelf. Want ik memoreerde al 2 keer Braken, maar ook deze Groeneveld. En aan de andere kant Rai. Zijn ieder goed voor 3 goals. En Groeneveld is nu goed voor 4 goals. Wat een streep. Wat een mooie goal van hem na 32 minuten voetbal. NEC verdubbelt de voorsprong. NEC doet in ieder geval wat het moet doen. Wil het een grote kans maken op het winnen van de eerste periodetitel. Prima goal. Mooie kaats van Breinburg. Groeneveld door. En strak ver buiten bereik van Heus in de zijnet van de tweede paal. Breinburg. Dijkstra. Mooie opening, Kadioglu. Aardige voorzet van richting veranderd en bijna maakt Braken zijn tweede van de avond. Groeneveld, mooi verlengd door Breinburg. Kadioglu weg. Kadioglu, 1 meter of 20, zo meegegeven. Hier komt Braken's tweede. Nee, die bal wordt op het laatste moment hem van de voet gehaald. Ter hoogte van de penaltystip. Ulcik, geweldige goal. Ja, dat is de andere kant van Ulcik waar ik dan opeens mee geconfronteerd word als ik kritisch ben op hem. Omdat hij veel alleen doet. Veel in mijn beleving voor eigen succes gaat. Tegen domme kaarten aanloopt. Maar dit doet hij dan weer geweldig. Ulcik. Van de Pavert en Verdonk die laten hem ertussendoor glippen. Breinburg is te laat en Ulcik zorgt voor 2-1. Groeneveld. En het is 3-1 via Van de Pavert. En zo heeft de goal van Utrecht, ik denk 30 seconden, het publiek enigszins ongemakkelijk gemaakt. Zo draait de bal in. Die zijn altijd nog toch wat lastiger in te koppen dan ballen die wegdraaien. Maar Van de Pavert heeft daar geen enkele moeite mee. Is dit een strafschot? Nee, zegt Blank. Die loopt er 6 meter achter. Die kan dat voortreffelijk beoordelen. Dit is wel Villanas. Die probeerde het al eerder van afstand. En weer heeft Delle, evenals voorrust, probleempjes. Er kan nog een verbetering komen in de doelsaldo. Slegers, nee, die had eigenlijk denk ik die bal af moeten geven. Langiel knalt hem dan uiteindelijk over en naast. NEC dat hier misschien nog onderweg is naar een vierde. Via Larsson, Langiel meldt zich. Langiel, ja hoor. Nee, hij veegt hem heel netjes naast. Mooie versnelling van Larsson. Ook het overzicht klopt. Dit past allemaal. Een stiftje had misschien meer voor de hand gelegen. NEC, Jong FC Utrecht, eindigt in 3-1.